Hallo allemaal, leuk dat je allemaal weer kijken. Mijn naam is Victor, achter de camera zit Gerard en wij gaan vandaag weer een paar bierflesjes openmaken. En wel met een heel speciale machine, namelijk met een Schutteg. Gaan we deze keer ook echt bierflesjes kapot maken? Nou, ik denk dat er wel een aantal gaan sneuvelen, ja. Hij is Maar hij is niet meer heel. Nee. Hij is wel open. Het is meer dan alleen maar het dopje eraf, zeg maar. Ja, ja. Precies. Dat past ook allemaal bij je outfit, hè? Ja. Lekker lom. Ja, zoiets, ja. Gelukkig hebben we een heel krat bier bij. Uitgeregend. Zijn we proberen nog één keer. Proberen nog één keer en dan lukt het in één keer. Ja. Als het nood hoog is, is de redding nabij, zeg je wel. Voor de kijkers thuis, niet de meest ideale manier om een bierflesje vast te klemmen met een spanman onder vast zit bij de pallet. Dat is niet echt handig. Ja, als je zo gek bent om dit te doen, ja, dit dan is... maakt dat eigenlijk ook niet uit. Ja. Nou. Zo. Hey. We wouden het net opgeven, maar gelukkig alle laatste poging toch gelukt. Dus mocht je nog een manier hebben om een bierflesje open te maken met een machine of een ander werktuig, geef het even door in de reactie hieronder. Wij gaan het dan gewoon proberen of het lukt. Dus ik zou zeggen, proost en tot volgende week. Het gaat lukken. Ja, het gaat gewoon lukken. Ja, jij hebt makkelijk praten, jij zit in de cabine. Ja, gewoon makkelijk. Ja, precies. Als ik het fout doe, geef ik jou de schuld. Ja.